snel schroeven willen we allemaal. Daarom zijn er een heleboel mensen in het bezit van een slagroommachine. Wat is nu vaak de teleurstelling? Het bitje, de zwakste schakel. Hier is Vera op ingespeeld, die heeft een bitje ontwikkeld die de piekmomenten van de slagroommachine kunnen weerstaan. En door middel van het verhitten van het tussenstuk, zowel hier als in de binnenhouder, worden moleculen in zo'n richting gezet dat er een torsiemoment ontstaat. Wat houdt dat in? De klappen worden opgevangen in het tussenstuk, met als gevolg dat het punt van de bit heel blijft, ook de schroef. Voor de demonstratie gebruiken we een speciale slagroommachine en een bithouder van Vera, die gaat er zo in. Daarnaast heb ik een torsbitje van Vera 20, die ook veel gebruikt is. De populairste bitsetjes Impact van Vera zijn deze drie. Als eerste heb ik hier de BCT Impactor 4, die zitten 9 bitjes in, waarvan 4 Posidrive en 5 Torx met universele bithouder. En dan heb ik hier de BCT Impactor 3, heeft dezelfde assortiment bitjes als de Impactor 4, alleen de bithouder, eentje met een magneet, waarbij je dus de schroef vast kunt zetten op de bithouder, zodat die blijft hangen door de magneet. De meest populaire bitset is deze. Dit is de BC30 Impactor 1. Hier zit een groot scala aan bitjes in, onder andere een groot aantal Posidrive, een groot aantal Philips, een heel groot assortiment Torx en daarnaast hier achter nog in het blauw Inbus bitjes. Impact bitjes van Vera verkoop ik ook los uiteraard. Ik heb het hele assortiment hier Philips 1 tot en met 3, Posidrive 1 tot en met 3, daarnaast Inbus vanaf 3 mm tot en met 6 mm. Torx 10 tot en met 40. Daarnaast hebben we nog een aantal lange versies, ook voor Philips, Posidrive, Inbus en Torx.